Hallo, lang geleden dat we deze film gemaakt hebben, zeker 2 jaar. Record Store Day releases, jazeker. Je krijgt vandaag een paar filmpjes van mij voorgeschoteld, want het is te veel voor één filmpje en te veel om hier voor me neer te zetten. Zaterdagochtend 23 april vanaf 9 uur start de verkoop. En voor de eerste klanten, eerste pak een beet 50, 60 klanten, hebben we dit singeltje van Floor Jansen. Wat was het? Goudgekleurd vinyl. Met op de A-kant haar nieuwe, haar eerste solo single Fire, Radio 2, top song. En aan de B-kant de Phantom of the Opera met musicalster Henk Poort. Die krijg je gratis als je zaterdagochtend bij mij om 9 uur bij de winkel bent. Of in ieder geval een van de eerste 60 klanten bent. We gaan starten met de verkoop 23 april om 9 uur. Geen reserveringen zoals gewend. We hebben heel veel. Dus van sommige dingen heel veel. Van sommige dingen heel weinig. Melanie C bijvoorbeeld. Eentje maar. Dus kom op tijd mocht je daar interesse in hebben. We gaan het een beetje op alfabet doorlopen. Maar ik begin met de 7 Inches. De 7 Inches. Het leuke kleine single formaat. We hebben al de gratis single van Floor Jansen. Ik heb nog meer leuke giveaways. Dus als je op tijd bent, zit er altijd iets extra's in je tas. De Foo Fighters. Deze zou eigenlijk vorig jaar komen, geloof ik. Is toen uitgesteld. Making a Fire in the Mark Ronson Reversion. Met op de B-kant de jazzband versie van Chasing Birds. De Foo Fighters. Taylor Swift spreekt voor zich. 2 versies van The Lakes. Super gelimiteerd. Ik heb enkele tientallen, maar ik verwacht dat ze heel snel op zijn. Dus ben op tijd. Ik zal proberen het rustig te doen. Maar ja, tijd hè. En een heel leuk boxje. Samengesteld door Kenny Dope. Met allemaal Braziliaanse muziek. Het zijn 4 singeltjes. 5 singeltjes. In een leuk boxje. Waste Blood. Seagulls. DNA. Singeltje van Steve Earle. En The Dukes. Blondie zou ook eigenlijk vorig jaar komen. Zijn 2 EP'tjes. De Sunday Girl EP hebben we staan. Wat is dit ook weer? Noel Gallagher's High Flying Bird. Met 2 demo'tjes. Dan nog de laatste. The Birds. 5 singeltjes van The Birds. En dit zijn dan The Birds met een I. En dat is dan de Engelse band The Birds. Heb ik mij laten vertellen. Schijnt heel erg vet te zijn. We hebben er eentje. 7 inch box setje van The Birds. Tot zover de singeltjes. En dan denk je, daar waren er ook weinig. Ja, er waren inderdaad weinig singeltjes dit jaar. De lijst was sowieso iets korter. Maar nog steeds heel erg interessant. Dit jaar, leuk, zijn er ook 2 cd'tjes van David Bowie. De Toy EP. En de Brilliant Adventures EP. En dan zul je denken, Toy en Brilliant Adventures zijn eerder toch al uitgekomen. Hier staat dan weer materiaal op wat niet op de CD en LP boxen stond. Dus David Bowie, Toy en Brilliant Adventures op CD. Tot zover de 7 inches en de CD's. Gaan we een klein formaatje groter naar de 10 inches. De Lumineers. Brightside in de akoestische versie. 4 prachtige nummers. De 420 remixes van Cypress Hill. We hebben Keen, You Are Young en Sea Fog. De Frightened Rabbit EP. Van Hollandse Bodem, Shocking Blue. De singeltjes van het album At Home. Dan voor de reggae dub versies, liefhebbers. Mikey Dread, Ja Ja Style. En The Gun. En ook op vinyl de Toy EP van David Bowie. Nou, ik zet die eventjes hier terzijde, want we hebben nog meer leuks. Qua boxsets, 10.000 stuks van gemaakt. The Grateful Dead in Engeland in 1972, hele leuke periode. En daar wordt gegarandeerd, wat is het, 7 plaatkanten genieten? Nee. 10 plaatkanten genieten. 5 LP'tjes dus. The Doors, LA Woman. De sessions daarvan, en dat zijn 4 LP's. In een hele mooie box.
Ook een leuke box voor de Elvis-liefhebbers. De Elvis Gold Records, deel 1, 2 en 3, verzameld op gekleurd vinyl. Rood, blauw en goudkleurig gemarmerd vinyl. Hebben we er een paar van. Er zit ook nog een postertje bij voor de liefhebber. Dan Chet Baker Sings, het hele album en een boekje en een extra singeltje, nee cd, met 6 bonus tracks. Boxsetje Chet Baker Sings. Nou, dat waren de boxsets. Ik boxset ze even hier neer. Deze ook, want dan gaan we over. Naar deze bakje hier. Het 12 inch formaat. Ben je er klaar voor? Record Store Day 2022. Wat hebben we zoal voor je winnen? Ace of Base. Picture disc met remixen van All That She Wants. De EP We Die Young van Alice in Chains. Rarities van America. Whenever You Need Somebody van Rick Astley. Never Gonna Give You Up staat er uiteraard op, eerste nummer. De soundtrack van David Lynch film Blue Velvet. Uiteraard muziek van Angelo Badalamenti. Prachtig. We hebben trouwens ook weer t-shirtjes. In beperkte mate weliswaar, maar toch. Het is er. Dan, verspreid in deze bakken heb ik ook wat hele mooie jazzparels zitten. Eentje daarvan is het Chet Baker Trio. Live in Parijs. 3 LP's genieten, lijkt mij. Hier hebben we er best wel een paar van. Erg goede popplaat van Sarah Bareilles. Met onder andere de hit Love Song. Dit is Little Voice. Kijken we nog even verder. Wat hebben we nog meer in de categorie B? Brian Bennett Voyage. Een Discoid Funk Adventure. Super vette hoes. En ik heb een stukje geluisterd. En dat, ja, dat funkt als een malle. Dus daar hou ik van. Ook leuk. Deze met Japanse OBI. Blur. Dan hadden we net al de Toy EP van David Bowie. We hebben ook op vinyl de Brilliant Adventure EP. En er is meer. Brainpower, hart met een T. En dan zullen jullie zeggen, ja, maar er was toch nog een Brainpower release. Dat klopt. Artwork is een beetje gebaseerd op Star Wars, denk ik. Maar met onder andere Drama in de Tent, wat ik erg leuk nummer vind met de Party Squad en Dice Cream. Brainpower, hart met een D. Dan deze. Veel minder gekregen dan ik had gehoopt. Alle grote hits van Mariah Carey. Alle nummer 1 hits tot en met 1998, denk ik zo. Iets langer. Maar alle nummer 1 hits destijds van Mariah Carey verzameld op een dubbel LP. Hebben we een paar staan. Dit is ook een leuke. Belinda Carlisle doet haar grootste hit in de Heaven on Earth Tour. Nou, dit bakje ben ik bijna doorheen, maar niet zonder dit te laten zien. Nick Cave and the Bad Seeds, Live Seeds. Voor het eerst op vinyl en dan op dubbel LP rood. 3 kantjes muziek en 1 kantje met een laser edge. Schuif ik even door. Naar deze kant. Kan ik ondertussen wel even zeggen. Ik krijg heel veel belletjes van, oh, kun je dit reserveren, kun je dat zo reserveren? Nee, dat kan niet. Hou in de gaten wat je allemaal ziet. Het staat zaterdag voor je in de bakken. Wij zullen het een beetje gesorteerd neerzetten dat het makkelijk je wegvinden is. En dat we niet over elkaar heen hoeven te vallen. Bij de C. Childish Gambino. John Coltrane. Larry Coryell, Fairyland. Erg vette plaat. Komt tweedehands nog wel eens tegen, maar opnieuw makkelijk vinyl is ook wel eens fijn. De Cranberries Remembering Dolores. Zij hebben hier een soort ode gebracht aan hun overleden zangeres.
Picture Disc van The Cure, Pornography, Sandy Denny. En dan denk je, er was er toch ook een van Sandy Denny? Dat klopt wel. Of Danny, nou dat klopt wel. Dit ook, must have voor de dijkliefhebber. De Blauwe Schuit met de grote hit Als ze er niet is. En vele andere mooie liedjes. De Dillinger Escape Plan. Even kijken, hier heb ik een hele stapel van. The Dire Straits, Love Over Gold. Bob Dylan. Echo en The Bunnymen. Electronic, de samenwerking van, wat was het ook weer? Johnny Marr en iemand. Ergens eind jaren 80. Vet elektronisch project. En dan de remixes daarvan. Op Resonance label komen er een paar platen uit. Twee daarvan zijn van Bill Evans. Eén is Morning Glory. Dat is een concert in Buenos Aires in 1973. De andere is Inner Spirit. Ook in Buenos Aires, maar dan in 1979. Everything But The Girl, Night and Day, 12 inch. Die Five Americans, ik geloof iets van een garage uit de jaren 60, schijnt heel erg vet te zijn nog steeds. Tijdloos. Een van mijn helden. Freddie Mercury, De Kerk van Mercury als heruitgave op, wat was het, 668 stuks. Dat is 668, de buurman van het beest. Op roze en paars gemengd vinyl, dat is LP1 en LP2 op groen en geel gemengd vinyl. Hele vette plaat, super goede breaks en alle metal clichés komen voorbij. Kan ik wel stellen. Frankie Goes to Hollywood, The Altered Reels. Wat is dit? Oh ja, Fried and Rabbit, de State Hospital EP. Super vet. En van Tangerine Dream, Edgar Froese. Froese? Wie het weet mag het zeggen. En dan last but not least in de categorie F. Future DS2. Een hele vette hip-hop plaat. Future Hendrix. Nou ja, zoals ik al zei. Er komen nog meer filmpjes aan. Tot straks. Doei. Hallo, hallo. Ja, het tweede deeltje met recordsoortige releases van 2022. Het wordt een feest, dames en heren. Echt zeker te weten. Zaterdag 23 april, namelijk vanaf 9 uur 's ochtends, ben je bij ons welkom. We hebben een paar marktkramen buiten staan met hele leuke aanbiedingen en wat het tweedehands. Binnen is het feest met Record Store Day items. De eerste 60 klanten pakken beet. Krijg je het singeltje van Floor Jansen op goudkleurig vinyl. Het nieuwe singeltje Radio 2 Top Song Fire. En aan de B-kant staat dan de Phantom of the Opera met Henk Poort. Ik zal jullie even meenemen in het tweede deel van de releases. Het eerste deel van de releases, dat kun je al vinden bij ons op Instagram en Facebook. En straks ook op YouTube uiteraard. Laten we beginnen, want het is al veel te lang geleden dat het kon. Ja toch? Mee eens toch? Nou, die Record Store Day drops waren natuurlijk leuk. Maar nu het echte werk, dit jaar weer met instores en alles. Ook daarvan vind je alle info bij ons op de social media. Laten we eens kijken wat de kerstman allemaal zoal in petto heeft, zeg maar. Record Store Day releases. Een live plaat van Rory Gallagher. Een picture disc van The Glass Animals. Ziet er weer kek uit hoor. Soundtrackje van George Romero's Vampyr. Muziek van de band Goblin. Claudio Simonetti schreef dat. Gojira. Live at the Brixton Academy. Daar moet je echt zeer op tijd voor zijn. Jackknife Lee. The Wild Companion. It's Beat Poetry. Met de survivalist Dubs. Met onder andere Peter Buck, die we kennen van R.E.M. inderdaad.
Betty Harris, The Lost Queen of New Orleans Soul. Wat hebben we hier? Joan Jett and the Blackhearts, akoestisch. De Complete Tom Bell Sessions van Elton John. Dit is er eentje die heel gewild is, denk ik. Tenminste, de telefoon staat rood gloeiend. Past goed bij de hoes ook trouwens rood gloeiend. Kensington. De Unplugged plaat live Kensington. En eens even kijken wat hebben we nog meer. Kitty. Kitty, een nu metal plaat uit eind jaren, wat is het, 2000 of zo? Uit 2000 zelfs. Spit. It out. Een van mijn favoriete releases van het jaar, kan ik wel zeggen. Darling Love met een paar zeer zeldzaam te vinden singles erop van The Blossoms. Of met The Blossoms. Nick Lowe. Altijd vet. Altijd leuk. Goede singer-songwriter. De 12 inch van Madonna. Who's that girl? Nou, dat is Madonna. Dus... Melanie C. Eén exemplaar. Eén exemplaar van Mel C. Dus wil je Melanie C? Kom op tijd. Want die is weg. Voordat je u zegt. U. Nou, weg. Joni Mitchell. Met de Blue Highlights. Onder andere een prachtige versie van A Case of You erop. Motorhead, The Lost Tapes, deel 2. Nog een picture discje, MXM Tune. Erg vette muziek, moet ik zeggen. Heel mooi. Dan, dus, een live plaat van Willie Nelson. We hebben er een paar van. Meer dan een paar. Stevie Nicks, Expanded Edition van Belladonna. Je ziet, ik ben al de hele dag uit aan het pakken. The Greatest Hits van The Offspring. Met een kekke zilveren spiegelhoes. En blauw gekleurd vinyl, dacht ik zo. Ja, blauw gekleurd vinyl. Alle hits staan erop, zoals daar zijn. Self-Esteem en Come Out and Play. Nou, ben je met... 14 tracks lang. Pretty Fly for a White Guy. The Offspring. En in deze doos de laatste Mike Oldfield Tubular Bells deel 2. Niet geheel vervelend. Ik zet deze doos even op de grond. Dan schuiven we even door. Want, je kunt wel zeggen... dat er veel releases zijn dit jaar. Nou ja, singeltje krijg je dus gratis als je een van de 60 eerste klanten bent. Deze vind ik ook echt de moeite waard. Delvin Lamar Organ Trio sowieso. Als je ook maar iets hebt met een beetje funk of jazz of soul. Altijd eventjes checken. Delvin Lamar Organ Trio. Echt super vet. Maria McKee. Een verloren gewaand concert opgenomen in Ronnie Scott's van Charles Mingus. Voor de jazzliefhebbers echt een must, denk ik. We gaan weer verder met de bakken. Opet. Ik zeg het altijd al tegen mensen die dan naar vragen van Opet. Je moet altijd op tijd zijn. We krijgen er altijd maar weinig. Ook dit jaar weer Your Arms, My Hearth. We hebben er 3. Dus kom op tijd. Kan ik alleen maar zeggen. Hè? Art Pepper meets the Rhythm Session. In een high quality craft half-speed master. De Pink Panthers. Veel vraag naar gehad. Hebben we een paar binnen. De Pixies. Live in Brixton. Iggy Pop. Ook een live plaat. Uit Berlijn. Duitsland. Hoef ik er misschien niet bij te zeggen, maar het staat erbij. Blondes, Bruins. E. Roses. Een plaat weer van Elvis Presley uit de Franse serie, zeg maar. Ook weer gekleurd vinyl en marble met splatter en ze verzinnen het van allemaal. Picture disc van The Pretty Reckless. Ze staat er mooi op, zeg maar. Dan Primal Scream. EP met een fantastische Andrew Weatherwax mix van Shine Like Stars. Een van mijn favoriete releases. The Proclaimers.
Met natuurlijk de mega hit I'm Gonna Be 500 Miles. Of zoals de WC Experience die verbasterd heeft naar Grieks stuk lievelingsvlees. Altijd leuk. The Prodigy. The Day Is My Enemy remixes. Chuck Prophet. The Age of Miracles. Ik ben daar zelf nogal fan van. Corinne Bailey Ray, The Sea. Ja, ik ga ze niet allemaal uitgebreid bespreken hoor. Demotjes I'm So Free uit 1971 van Lou Reed. Perfect Day, Vicious, noem het maar op. The Replacements. Als ik te snel ga, moet je het niet zeggen. Rex Orange County. Want het is gewoon veel. Jonathan Richman. Ik hoop jullie dan ook allemaal zaterdag in de winkel te zien. Rizzle Kicks. Ook een van mijn favoriete releases. Met Down With The Trumpets erop. En dat is echt, ja. Dit is Engelse, Britse pop meets hip-hop. Het is heel erg vet wat die jongens doen. Rolling Stones, More Hot Rocks. The Big Hits and Faced Cookies. En, volgens mij voor het eerst op vinyl, maar dat weet ik niet helemaal zeker. In ieder geval hebben ze het originele gatefold artwork gebruikt. Op London Records met een OBI en een beetje zilverschijnende hoes. De Rolling Stones. Kevin Rowland. Santana. Krijg je nu al een droge mond van. Sepultura, picture disc van deze cover EP. Met zeldzaam te verkrijgen covers van Piranha, Bullet the Blue Sky, Mongoloid, noem het maar op. Ik heb hem zelf nog op CD, dat is toch wel erg tof. De Simple Minds, een van hun beste tours was de 5x5 live tour met alleen maar nummers van de eerste platen. En ja, ze zijn op het moment weer aan het toeren. Ik geloof van de week dat ze in Nederland waren. Schijnt weer heel erg goed geweest te zijn. Simple Minds, 5x5 live! Wat hebben we nog meer? Oh ja, een studioplaat van Ambrose Slate, Ballsy. Toen Slate nog niet Slate heette, zeg maar. Sleep Token, ze stonden op Prognosis, geloof ik. Ik heb het daar gemist, maar het is een fantastisch goede band. En die plaat was even niet te krijgen, Sundowning. Maar nu is die er in een exclusieve UK Record Store Day Edition. Ik heb er een paar van binnen, dus sla je slag. Ik geef naar deze bak, want we hebben natuurlijk nog veel meer. Dit is Patti Smith, curated by Record Store Day. Een beetje de beste dingetjes van Patti Smith op dubbel LP. Een Nirvana EP van Sam Smith met de prachtige akoestische versie van Ledge, wat hij een hit mee had met Disclosure. Nou, de sound uiteraard mag niet ontbreken. Dusty Springfield, See All Her Faces, What Are You Doing The Rest Of My Life is erg mooi. En Girls Can't Do What The Guys Do, ja. Ik ben stiekem altijd een beetje verliefd geweest op Dusty Springfield, dus weten jullie het ook weer. Sam Vincent heeft een soort van soundtrack gemaakt voor The Nowhere In. De voorkant van de hoes is vet, maar de achterkant is allemaal spiegelend en nou ja, goed. Voor de liefhebbers van Sam Vincent, echt fantastisch. Sweet, Sci-Fi Lullabies, hebben we er ook eentje tussen zitten. Donna Summer, een picture disc van Donna Summer, met de State of Independence onder andere. Tangerine Dream Life, plaatje in Reims, de Cinema Opera, in 1975. Tegan en Sarah, dit is misschien wel mijn meest favoriete release van 2022, van de Record Store Day releases 2022. Tegan en Sarah ben ik echt al heel lang fan van. En So Jealous is een van hun mooiste albums. En die hebben ze nu helemaal opnieuw opgenomen, akoestisch.
Prachtige versies. Luister bijvoorbeeld naar Walking with a Ghost. Die ken je misschien ook wel in de White Stripes cover. Origineel versie van hun is veel mooier. En hier doen ze hem akoestisch. Maar mijn favoriete tracks van deze plaat is denk ik Where Does the Good Go? Of toch wel Speak Slow. Dus luister dat. Twee prachtige zusjes uit Canada. Tegan en Sarah Quinn. Tesseract, picture disc van Polaris. Fantastisch vette plaat, maar het artwork hebben ze nu op picture disc gedaan. Ja, dit moet echt super psychedelisch zijn als je dat op je platenspeler draait, toch? Toetje Tielemans. Ook dubbel LP live in, met de European Quartet. Pieter Tosh. Complete Captured Live. Nou, nog een keer Pieter Tosh, nog een keer Pieter Tosh. En wat hebben we hier? Pete Townshend's Deep End. Met nummers van het album van The Who. Face the Face. Live. Ook dat. T-Rex, The Slider. Classic album. Op picture disc. U2, The Celebration Day EP. Celebration EP. Een 4-track EP met... Ja, weer, het is weer een prachtig hoes, hè. Must have voor de U2 liefhebber. Dat heb ik dan. Suzanne Vega. Met de close-up extras. Dit zijn extras die niet op de close-up series verschijnen. Jesse Ware Devotion. Dubbel LP uitgave. Hebben we ook een aantal binnen. Hier werd ik op gewezen door grote vriend Raymond van Selected Sounds. Steve Watson, Born to Boogie, een hard sought after singeltje. Wat echt mega vet schijnt te zijn. Voor de funky soul liefhebbers, pareltje. Steve Watson, Born to Boogie, gewoon hier uit Nederland. Is echt heel erg gaaf. Was vroeger uitgegeven op het Kilroy label in Weert. Waar ook bijvoorbeeld Doe Maar zat. Jazz Dispensary. Super Skunk. Dit is altijd heel vet. Het is funky jazz. Vrij onbekend. Maar vrij onbekend. Hier staan toch wel namen op dat je denkt. Daar heb ik ooit van gehoord. Cannonball Adderley. Gary Bart. The Barcase. Catalyst. Woody Herman. En de Pisani Brothers. En Beaufort Express. Maar ook check als je in de winkel bent even die hoes. Hele mooie insneden, prachtig kleurgewerkt. Ik raak hier verliefd op. Ik merk het nu al. Ik hoop jij ook. De Jetstar Records, de Rock Sides. Dat zijn nummers die uitgegeven zijn op Jetstar Records ergens eind jaren 50. Zij hebben soul uitgebracht, rock, country, noem het maar op. Dit is meer een... Hun rock muziek uitgebracht op Sundance label, wat ik fantastisch vind. Met ook weer de Five Americans die we daar straks al zagen. Kenny Baker, Dale Hawkins, Arthur K. Adams. Hier staat bijvoorbeeld de oerversie op van Suzy Q door Dale Hawkins. Later bekend door Creedence natuurlijk. Dan nog wat verzamelplaatjes met wat soul dingen. West Coast Soul 66, allemaal soul uit 1966. Met The Delicates, Viola Wills, een vroege Viola Wills single, Together Forever. Echt een prachtig nummer is. En nog veel meer dan dat. De Soho Scene 58, het is jazz uit de jaren 50 in Soho. Don Wendell, The Jazz Six, The Eddie Thompson Trio, Ronnie Ross Quintet, Miles Davis, Joe Jones, Mose Allison. Hele fijne verzamelaar. Nog een toffe verzamelaar, de Memphis Soul 68 met Roscoe Robinson, Marvin Prayer, Oscar Tony Jr. en Eddie Harrison. Ja, we zijn er bijna doorheen, maar we hebben ook nog Soul uit Chicago van het History of Soul label ook. Jackie Beavers, The Five Stair Steps en let vooral ook op Bye Bye Baby van Betty Everett. Hele vette verzamelaar, dus ben daarvoor op tijd. Bij ons in de shop zaterdag 23 april kun je ons vinden aan de Edisonstraat nummer 129. Zitten we altijd. Je herkent ons op het moment
aan de kraampjes voor buiten de deur. Hier heb ik nog als laatste een hekkensluiter, een punkverzamelaar met wat vette singles uit punkperiode 1977-78, verzameld op dubbel LP met bandjes als The Art Attacks, Johnny and the Self-Abusers, Neon Hearts, V2 The Exile, The Killjoys, The Reducers, Neon, Dunset and Damage en Machines. Nou, überhaupt must have om te checken op het Soul Jazz label, dus ja, echt een hele toffe release. Nou, zoals jullie weten, no reservations, dus kom zaterdag 23 april op tijd naar de Edisonstraat en score jouw release. We hebben ook optredens om 11, 12 en 1 uur van Will Farley, 10 Times a Million en Sarolocci. Ik zie jullie dit weekend, hoop ik. Voor de eerste kopers, zolang de voorraad strekt, singeltje van Floor Jansen cadeau. En we hebben nog meer leuke giveaways, The Sound of Eindhoven. We hebben een plaatje van de Compounds wat we weg mogen geven. En natuurlijk een gratis tote bag. Goedendag. Ja, het is weer Record Store Day 2022. Het kan weer helemaal zoals van ouds, dus we hebben in-stores. Om 11 uur speelt Will Farley. Om 12 uur kun je kijken naar 10 Times a Million. En om 1 uur naar Sarolocci. Komende zaterdag 23 april, Velvet Eindhoven, Edisonstraat 129. Tot zaterdag. Doei.